open de vergadering. Aan de orde is het 2 minuten debat examens 2023. We hebben net de eerste termijn gehad van de zijde van de Kamer van dit 2 minuten debat. Overigens is er ook maar 1 termijn om even in het kader van de verwachtingenmanagement. En we zijn inmiddels bij de beantwoording van de minister van de resterende vragen en de appreciaties van de moties. En daartoe geef ik de minister het woord. Ja, bedankt voorzitter. Ik heb een paar moties, een paar vragen. Dit zijn de vragen die er liggen, zijn ook wel ingewikkelde vragen. Vooral op die staatsexamens, daar kom ik zo op. Ik begin even met de heer De Hoop op de extra herkansing voor examenleerlingen. Nou, weet u, ik zal het debatje te volgen tussen de heer Van Meen en De Hoop. Er zit wel iets in natuurlijk. Wat ingewikkelde is dat volgende week maandag al de eerste examens beginnen van de leerlingen in het VMBO. En als je dus zowel voor regelgeving aanpassingen nog wil doen als voor de uitvoering, dan kost dat echt wel tijd om dat in te regelen. Leerlingen weten ook niet vooral waar ze aan toe zijn. Het heeft ook tot verwarring. Het heeft in de praktijk, acht ik het gewoon echt, niet alleen onwenselijk, maar eigenlijk ook bijna onhaalbaar. Maar als de Kamer erop staat dat we het doen, dan doen we het. Ik had er dan wel aan gehecht, zeg ik erbij. En dan is het alsnog de vraag of dat zou lukken. Dus het brengt heel veel met zich mee. Daar wil ik echt voor waarschuwen. Maar het is ook de reden dat we hebben gezegd en ook op tijd hebben voorgelegd aan de Kamer. Wij doen dit. We gaan terug naar de situatie van die we eerder hebben gehad. Dat doen we om allerlei redenen. We zien de basis in het onderwijs onderuit gaan. We zien ook dat we hebben een gevoel dat als leerlingen vanuit de afgelopen jaren soms met een duim zijn geslaagd, dat dat ook het soms juist moeilijker maakt de komende jaren voor die leerlingen. Er zijn wat ervaringen nu ook in het onderwijs die daarop wijzen. De resultaten zijn soms ook minder goed vergelijkbaar. We willen die leerlingen ook goed voorbereiden. De druk is bij die leerlingen ook al hoog. Dus ik vind het belangrijk dat je dan in ieder geval duidelijk bent over wat de regels zijn, ook al daarvoor en dus ook weer nu gelden. Maar dat we daar ook wel voorzichtig mee zijn om daar dan elke keer weer tweaks op te doen. Als we dat doen, dan vind ik dat je dat van tevoren, ruim van tevoren ook moet doen met elkaar. Juist om te vermijden dat we zo op het laatste moment een soort van in hectiek komen. Want dat is uiteraard niet in het belang van de leerling. Dus ik vind hem op dit moment, als volgende week die examen zal beginnen op maandag, waar ik overigens hoop dat daar heel veel aandacht voor komt, want het zijn de praktijkexamens van het VMBO. Dan starten de examens. Dan is dit echt volgens mij onwenselijk. Dus de motie van de heer De Hoop op dat vlak moet ik ook ontraden, motie 1. Dus motie 1 ontraden. Dan. Voor u vervolgt. U heeft hier over een interruptie van de heer Quint, SP. Nee, een aanvullende vraag. Want ik bedoel, de motie van de heer De Hoop is die van hem. Maar ik had er een aanvullende vraag over gesteld. Wat het eventueel uitvoeren van die motie zou betekenen voor de VSO-examens. Omdat die natuurlijk pas na hun schriftelijk examen hun mondelinge examens doen. Of het überhaupt maar in de tijd mogelijk zou zijn om, indien die motie wordt aangenomen, een extra herkansing mogelijk is dat die. Of het überhaupt zou kunnen, praktisch. Ja. De minister. Vraag ik even aan de ondersteuning om een antwoord voor. Dat komt wel precies. We gaan even kijken of dat nog lukt voor het einde van deze. Ja, dat moet lukken. Nee, begrijpt u vraag. Excuus. Dan de. Die erkansing was ook de vraag van mevrouw Westerveld. Dus, die vroeg ook inhoudelijk onderbouwing. Het ingewikkelde is natuurlijk, het is ook gewoon een keuze die je maakt. Je kan zeggen, leerlingen die hebben onder redelijk normale omstandigheden, ondanks dat het natuurlijk ook achterstanden zijn of vertragingen zijn opgelopen, of je het maar wil noemen, hebben ze zich wel weer goed kunnen voorbereiden op het examen. Ze hebben ook natuurlijk het Nationaal Programma Onderwijs gehad, dat hebben we ook verlengd. We willen ook dat ze natuurlijk goed voorbereid zijn op het vervolgonderwijs. Daar hoort ook wel bij dat we weer die normale prestatie vragen voor een diploma. En los van dat het praktisch heel ingewikkeld is, is het ook, ligt dat gewoon onder waarom we in eerste instantie die keuze ook hebben gemaakt. Maar ik heb hem wel bewust vroeg gemaakt, want deze. Voor die duimregeling, dat is ingewikkelder. Die kan je niet zo last minute mee doen. Maar omdat deze keuze wil ik wel met één in dat pakket meenemen, zodat ik de Kamer ook de gelegenheid geef om daar misschien een andere keuze in te maken. Maar ik geef wel mee dat als je dat nu nog zou doen, dat wel heel ingewikkeld is. Dat hebben we eerder ook aangegeven in de schriftelijke set. En ook wel aangegeven dat als de Kamer daar keuze in wil maken, dat we dat graag dan snel ook zouden willen weten. Maar ik denk dat het heel goed verdedigbaar is dat je nu zegt, we gaan terug naar de situatie van daarvoor.
Er zijn heel veel extra maatregelen genomen, extra mogelijkheden. Er zijn enorme investeringen gedaan in het onderwijs. Dat maakt niet dat het voor leerlingen makkelijker is geworden, automatisch. Maar het maakt wel dat we wel scherper ook hebben gezien wat er gebeurt als we toch versoepelingen op examens doen voor daarna de toekomst van jongeren. Dus het lijkt in eerste instantie aantrekkelijk, maar het heeft wel degelijk gevolgen. Ook voor het plezier en de mentale stress die je daarna ervaart. Het is niet erg om ook een jaar, als je het hier op deze manier niet haalt, om dan gewoon even die rust voor jezelf ook te gunnen. U heeft de interruptie van de heer Hoop, PvdA. Ja, voorzitter, want natuurlijk, ik begrijp de opmerking over de tijd van de minister, maar ik vind ook wel, als de minister die bal bij de Kamer neerlegt, dat het ministerie hier ook wel een beetje verantwoordelijkheid in heeft. Want we hebben 23 januari, geloof ik uit mijn hoofd, het schriftelijk overleg gehad. Pas 9 maart de beantwoording van die schriftelijke van het schriftelijk overleg. Dus daarna hadden wij dit als Kamer ook niet sneller kunnen doen dan we nu gedaan hebben. Dus prima dat de minister dat zegt, heeft hij ook voor een deel zeker gelijk in. Maar had het ministerie ook sneller met de antwoorden kunnen komen? Dat wil ik dan toch wel even gezegd hebben. Staat genoteerd. Nou, die nemen we ook mee uiteraard. Dat begrijp ik ook, het punt van de heer De Hoop. De minister. Op de vraag van de heer Quint, die herkansing die is er al, dat was de uitvoering van de motie van Meenen. En iedereen herkansing bieden zou het systeem wel heel erg onder druk zetten. Dat is ook weer geen goed idee. Dat is wat ik krijg. Als de heer Quint daar vervolgvraag op heeft, dan kunnen we dat zo, ja, mag je het nu stellen of straks, of dan kunnen we dat nog even bespreken. Vervolgt u betoog. Hij oogt niet tevreden, voorzitter. Nou, dat is chronisch. Ik zal niet herhalen wat de heer Quint zei, maar vervolgt u me toch. Kom ik op de twee vragen van de heer De Hoop nog. Eén was de duimregeling. Eigenlijk bent u bereid ook die voor te zetten voor staatsexamenkandidaten die na dit jaar opgaan voor de diploma en ook een certificaat inbrengen uit een coronajaar. Staatsexamenkandidaten die in 2024 of daarna opgaan voor diploma hebben natuurlijk nu tijd, ook onder normale omstandigheden, om zich ook voor te bereiden op het examen. En ook eventueel de door corona opgelopen vertraging ook in te kunnen halen. Tegenvallende resultaten uit coronajaren hebben ze in die zin dus ook kunnen verbeteren. De duimregeling is ook een heel zware maatregel die ook wel vraagt om een zorgvuldige afweging. Of dat dan noodzakelijk is om die maatregel ook langer in te zetten. Het is niet automatisch het beste om in te zetten. We hebben ook signalen dat leerlingen die de afgelopen jaren die duimregeling nodig hadden, om te slagen, het juist slechter doen in het vervolgonderwijs. Dus wie helpen we daar dan eigenlijk mee? Maar dat zie je vooral op uitval en het switchen. Op dit moment zien wij dan ook niet die noodzaak om die duimregeling ook voor die staatsexamenkandidaten te verlengen. Eerder zie ik daar risico's aan, voorzitter. Dan kom ik... Voor u vervolgt. U heeft de interruptie van de heer Van Meenen, D66. Ja, even toch... Voor alles in alle scherpte, die duimregeling, die gaat er natuurlijk over dat je nog een duim kunt leggen over op een examen wat je juist in die coronatijd afgelegd hebt. Hè. Als je kijkt naar de duimregeling van dit jaar, die gaat niet over een duim op een examen wat je dit jaar aflegt, maar wat je in voorafgaande, dus laten we zeggen de echte coronajaren, hebt afgelegd. Destijds hebben we gezegd van, nou ja, dat heeft een eindigheid, hè, want je moet op een gegeven moment stoppen, maar als je wel vindt dat er in die tijd, laat ik het anders zeggen, als er nu nog steeds kandidaten zijn die nog bezig zijn met het voltooien van hun complete examen, dus ook in 2024, dan kan het nog steeds zo zijn dat zij gebaat zijn bij een duim op een examen wat in misschien 2021 is afgelegd. Dat is echt iets anders dan het verlengen van de duimregeling voor alle leerlingen, want dat gaat over het jaar waarin je het examen legt. Is de minister daar nog enigszins gevoelig voor die redenering? De minister. Nou, die hebben we natuurlijk eerder ook gehad via de moties die de heer Van Meenen heeft ingediend. En hier zit alleen de vraag onder bij de heer De Hoop om dat eigenlijk veel langer te doen. Er zit ook 2024 en daarna. Ik worstel daar wel mee inderdaad, omdat dat betekent hoe lang blijf je die ruimte daarvoor bieden en wanneer zeg je ook, ja, het is ook in jouw belang om wel de optelsom te maken tot wat voor impact heeft dit zo meteen op het vervolg. Er is natuurlijk veel geïnvesteerd om die leerlingen het beste te bieden in deze jaren. Daar hoop ik ook dat leerlingen daar gebruik van maken, ook geholpen mee zijn. En ik worstel met dan, ook omdat het...
Ja, het is best een zware maatregel en het heeft ook wel implicaties, overigens ook voor uitvoering. Of je dat dan lang moet doorzetten. Ik denk eerlijk gezegd dat dat niet verstandig is. Alles afwegen. Ik begrijp het punt, begrijp ik wel. Tot slot dit punt, de heer Meenen. Kijk, er ligt hier nu ook geen concreet voorstel, er ligt geen motie om het zo te doen. Meen ik, toch? Nee, maar dat hoeft nu ook nog niet. Je zou ook nog even kunnen kijken, hoe pakt het nou eigenlijk uit in 2023? Gaan er nou leerlingen alsnog een duim leggen op een examen uit 2021 bijvoorbeeld, om dan toch aan hun examen te komen? Dat zou je kunnen inventariseren en dan kijken, wat zien we nou? Hoeveel examenkandidaten zijn er nou nog überhaupt die examens hebben staan of deelcertificaten uit die tijd? Dus dan zou ik bijna bij wijze van spreken aan mijn opvolgers of erfgenamen willen vragen. En dus ook aan de minister, kijk daar gewoon eens even naar en ga gewoon in overleg met de Kamer, maar ook met de leraren, met de leerlingen, in overleg of er nou nog aanleiding is om dat te doen. Dus dan zou ik eigenlijk een toezegging willen hebben om dat gewoon nog eens even nuchter te bekijken. Niet hier en nu daar onder stoom en kokend water een besluit over te nemen. Maar wel nog even een open houding daarin te hebben om te kijken wie we daar nou nog mee kunnen dienen. Want tenslotte is die schade destijds aangericht. Dank u wel. Nee, voorzitter, die vraag snap ik. Nou, goed dat de heer Vermeer dat even zo formuleert, denk ik. Nuchter bekijken, daar zit ik op, voorzitter, dus dat ga ik graag doen. Ik zou zeggen, we komen nog met een brief op staatsexamens. Dat komt wel op wat kortere termijn, volgens mij. Dus dat zal niet lukken om daar natuurlijk het antwoord op die vraag helemaal mee te nemen. Maar we kunnen er wel iets zeggen over hoe we ook dit benutten om met gesprekken te voeren, om te kijken hoe dat uitpakt. En daar dan ook in de volgende rapportage naar de Kamer even op terug te komen. Dat is denk ik redelijk. Het is ook goed om dat te weten. Misschien, ik weet niet hoeveel gevallen het is, ik zou het ook niet weten. En ik weet niet, soms zijn er echt schrijnende gevallen en dan zou je misschien daar hulp bij willen bieden. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Ik denk dat als je het generiek doet, het ook altijd weer ingewikkeld is. Maar mogelijk is dat sowieso al heel specifiek, omdat er maar een paar gevallen zijn. Dus dat kunnen we best, dat zal ik even op die manier meenemen. Dus dat is de toezegging die de heer Van Meenen vraagt. Dus ook toezegging aan de heer De Hoop daarmee. Dank u wel. Vervolgt u het betoog. Dan de bijzit, voorzitter. Dat is inderdaad eerder een motie ook van de heer Quint, onder andere van Westerveld. Ook de heer De Hoop, denk ik, zat eronder. Ja. En dat is ook een bekend punt, hè, want dat is natuurlijk ongelooflijk waardevol om als kandidaat ook een vertrouwd gezicht bij examen te hebben. En we ondersteunen ook de inzet van vertrouwenspersonen. Het is ook nog zo dat we daar nog heel wat werk te doen hebben, want dat gebeurt ook nog niet altijd en niet altijd in voldoende mate. Dus daar zit de grootste klus nu. Als die er zit, dan kan die vertrouwenspersoon ook aan de examinator vragen, of aangeven dat een kandidaat vastloopt. Of als je als vertrouwenspersoon ziet en je kent je kandidaat, dan gaat iets even niet goed. Even pauze, slokje water. Dan kan die op die manier die kandidaat helpen. Er zit, ook als je ziet dan het gezicht van iemand dat die de vraag niet goed begrepen wordt, dan kan die helpen. Het is alleen de vraag, wat is op dat moment hulp? En in het antwoord op de heer Quint heb ik ook aangegeven vorig jaar, dat was denk ik in het debat passend onderwijs, hebben aangegeven dat het herhalen van de vraag mag, maar het verhelderen, als het gaat om echt het herformuleren van de vraag, dat is aan de examinator. Die kan je wel, dus dan is het de rol van de vertrouwenspersoon om dat te zien, ook gerust te stellen, misschien even pauze te nemen. Maar de rol is ook om dan aan de examinator te vragen, kunt u de vraag herformuleren, herhalen. Dat kan de vertrouwenspersoon ook doen, herformuleren of verhelderen. Dat is uiteindelijk aan degene die ook de check op de kwaliteit van het examen moet doen. Het is wel belangrijk dat die vertrouwenspersoon zelf geen inhoudelijke opmerkingen maakt. Maar dat kan wel onbedoeld natuurlijk een antwoord zijn wat wordt voorgezegd of juist de opbouw van de vraagstelling verstoort. En dat is dan ook weer vervelend voor de kandidaat. Dus die vertrouwenspersonen die moeten er ook zitten. Dat is de grootste opdracht nu. Vervolgens hebben die verschillende mogelijkheden om te verhelderen. Maar echt herformuleren, dus een inhoudelijk verzoek, dat is via de vertrouwenspersoon aan de examinator. De informatievoorziening richting examinatoren en kandidaten over die vertrouwenspersonen wordt ook nog extra verduidelijkt, want we merken wel dat daar verschillende gevoelens bij leven die ook wel die verduidelijking vragen. We blijven dat ook evalueren, ook aanscherpen op basis van ervaringen. Dus als we zien, ook in de komende evaluatie, dat dit
ingewikkeld is of blijft, dan zullen we het nog meer natuurlijk verduidelijken. Maar dat is in ieder geval afgelopen jaar aanleiding geweest om het dit jaar extra aan te zetten richting examinatoren, kandidaten en vertrouwenspersonen. Dan kom ik op de vraag van mevrouw Westveld, heb ik eigenlijk meegenomen op de herkansing. Staatsexamens kom ik dan op. Daar zijn meerdere vragen over gesteld. En die pak ik dan bij deze even vast. Weet u, dat is iets wat ik ook heel ingewikkeld vind. Want er zijn soms dingen waarvan je denkt, als je zelf niet goed begrijpt waarom het iets niet kan, dan is het soms ook moeilijk om het helemaal te kunnen verdedigen. Hè? En tegelijkertijd hebben we ook vaak gezien, het ingewikkelde is, we hebben ook vaak gezien dat het soms, het is sowieso vaak minder sexy waarom het niet kan. Het is soms ook gewoon echt heel ingewikkeld. Ik ben laatst bij Duo geweest. Dat is echt een computer wat ik een 386 noemde met een cassette of zo. Die staat daar bij wijze van spreken. Dat systeem is nog een systeem wat nu op een gewone computer zit. Maar het is wel hetzelfde systeem. Het is niet te filmen. Dus het laat wel zien hoe nodig het is om dat aan te passen. Het laat ook zien hoe verleidelijk het is om dat elk jaar iets anders belangrijker te vinden en dat niet aan te passen. Want anders hadden we het nu niet gehad. Het laat ook zien dat er enorm specialistische kennis is om dat systeem dan nog te kunnen gebruiken. Er staan 1-2 mensen die daar kunnen. Die dat ook als heel veel weten. Je kan dus, het is heel leuk om die database te zoeken, want je ziet daar mensen van decennia terug, kan je daar zoeken hoe ze. Zo heb ik iemand die al heel oud is, maar nog steeds probeert met certificaten zijn examen te halen. Dus het heeft waarde, maar het is ook frustrerend. Want daarmee denk ik ook, gaan we in dat systeem harken, en dat betekent concreet dat ze alles in een Excelletje aan het doen zijn. En dat is bewerkelijk, is ook gevaarlijk. Het kan ook foutgevoelig. Maar in ieder geval bij elkaar denk je daar, jeetje, dat is een beetje vraag van de heer Quinten. Dit is de overheid. Dus we hadden gehoopt dat we dat op wel zo stevig hadden georganiseerd. Nou, dan is daarna de vraag, oké, als je dat dan gaat doen, doe dat dan ook snel. Hè? Doe dan niet 5 jaar over. Dat heb ik hetzelfde vraag. Maar goed, het is een heel lang verhaal om duidelijk te maken dat dat uiteindelijk als wij iets vragen, dat het en als mensen 6 keer nee zeggen dat het niet kan, ja, dat het in ieder geval aan mij is om dan te zeggen dat het niet kan. En ik zal zeggen wat er niet en wel kan, dus ik zal iets uitgebreider ingaan. En u weet ook van mij dat ik ben niet snel te poren voor nee, maar het is ook wel lastig als we gewoon doorduwen, dan weten we ook niet wat er komt. Ik kan me wel voorstellen, want dat hebben we eerder ook vorig jaar gedaan rond het staatsexamen, specifiek de heer Van Meenen met vragen. Ik zou u ook willen vragen om met het CVTE dan dat gesprek te voeren, zodat er is veel te doen ook over het staat van het werk aan uitvoering, waarbij we de Kamer ook veel meer nadrukkelijk met de uitvoering dan laten praten. Het zou mij ook heel erg helpen in dit geval. Ook omdat zij nog veel beter kunnen uitleggen waar dat soms schort dan ik dat kan. Het is ook heel frustrerend, want die petitie van Henk in dit geval vind ik heel goed. En het is fantastisch dat zo'n docent opkomt voor zijn leerlingen. Ik heb ook met hem gewandeld. Ik was eerder ook in de veronderstelling dat het zou lukken om dit wel te doen. Nou, dat blijkt dan toch, als je dat echt zou willen, betekent dat weer vertraging in het langere proces. Allemaal keuzes uit hele moeilijke opties. Waarbij natuurlijk voorop staat dat het belangrijk vindt dat al staatsexamenkandidaten de cijfers van hun centraal examen ook op tijd krijgen voor hun mondeling examens. Nou, dank u wel. Voor u vervolgt. U heeft een interruptie van de heer Quim, maar ik zou u willen verzoeken om wellicht, ik snap wat het aangelegen punt is, en tegelijkertijd gun ik ook de bodus hun lunchpauze straks. Nee, u om toch wat kort en bondiger te zijn, de 2 minuten debat. Maar ik ga blijkbaar meer praten als ik het ingewikkeld vind. En toch, ja, ik gok zomaar dat de minister langzaam richting een negatief pre-advies op mijn motie aan het praten was. Wat ik niet begrijp. Wij financieren VSO-scholen op basis van leerlingaantal. Die leerlingen zijn ingeschreven bij een school. En die inschrijving die wordt centraal geregeld op floppy disks bij Duo, als ik het zo mag samenvatten. Dan moet je daar toch in ieder geval voor de groep staatsexamenkandidaten die ingeschreven staan bij een VSO gewoon kunnen zeggen, ja, wij weten dat je ingeschreven staat op een school. Wij weten de examenuitslag. Die examenuitslag is ook gewoon bekend. De examinator die uiteindelijk het mondeling examen afneemt in de tweede ronde, die heeft het cijfer van het schriftelijk examen van die leerling al. Mijn vraag is dan, welke vertraging lopen we nou op als we zo'n relatief kleine handeling zouden doen? Dat moet toch kunnen? De minister.
Ja, voorzitter, dat verschilt dus blijkbaar per kandidaat. Kijk, ik vind het... Laat het zo zeggen. Ik zou het verstandig vinden, want u zei, ga langzaam richting negatieve appreciatie van de motie. Dat zou hier inderdaad kunnen. Maar ik vind het verstandig om, en ik heb ook, ik zou dat aanbod ook hier opnieuw willen doen, omdat we met het CFDE kijken waar we toe kunnen komen. Zij zijn ook beter in staat om al die specifieke punten uit te leggen. Ik vind het zelf ingewikkeld om te overzien, omdat ik wel ja kan zeggen op een vraag. Maar vervolgens hoor ik vaak terug dat veel ingewikkelder is. En het is ook een heel vage discussie, want dan zitten wij over iets heel vaags te praten. Daar word ik ook niet heel blij van, zeg ik eerlijk. Dus het zou heel erg helpen. Die uitnodiging zou ik naar de Kamer willen doen om deze motie, ook de heer Van Meenen, om die motie aan te houden. Het gesprek te voeren met CFDE. Ik kan ook organiseren dat snel gebeurt. Kan van mij heeft het morgen, dat kan vrijdag, dat kan maandag, dat kan dinsdag, zodat we het voor het debat passend onderwijs hebben gehad. Kan ook telefonisch zijn, kan ook. En dan begrijp ik nog steeds, ieder zijn afweging heeft gemaakt, maar dan hebben we wel alle informatie in die partijen bij elkaar. Dat zou mij helpen om zeker te weten dat we uiteindelijk als de Kamer een keuze maakt, dat we dat wel eerlijk en fair doen naar de leerlingen die daarmee te maken hebben. Het is ook nog zo dat we hebben natuurlijk een aantal grootschalige aanpassingen die we aan het doen zijn. Die zijn ook nodig. Het ingewikkelde is, als je daar nu andere aanpassingen op doet, dan lopen die vertraging op. Een structurele oplossing kan op 2025, vroeg ook de heer Van Meenen. Een tijdelijke oplossing is in 2024 is een ander verhaal. Want VSO-leerlingen leggen hun college-examen namelijk vroeger af dan de meeste staatsexamenkandidaten, zodat zij dit ook op hun eigen school kunnen doen. In de zomervakantie zijn deze scholen gesloten. Er is daardoor overlap tussen de collectie van de centrale examens en de start van de college-examens, waardoor ook niet alle centrale examens op tijd zijn nagekeken om die ook eerder bekend te kunnen maken aan kandidaten. En om dat op te lossen moet onder andere de planning van de examens worden aangepast. En dat is wat we in 2025 in die structurele oplossing doen. Dan maken we die hele planning passen aan. Dat lukt niet voor 2024. Dus dat zou betekenen dat als je wel een tijdelijke oplossing doet voor 2024, dat ook een onderscheid ontstaat tussen de groep VSO-leerlingen, waarbij sommige leerlingen hun resultaat wel weten en sommige niet. Nou, dat onderscheid vind ik ook onwenselijk, kan wel een keuze zijn, maar ik vind het ook lastig uit te leggen aan leerlingen. Dan moeten we, als we die keuze maken, moeten we ook zeggen dat het misschien soms tot verschil leidt, bij sommigen het wel weten, sommigen niet. En die tijdelijke oplossing, dat zorgt natuurlijk, dat wordt door diezelfde twee mensen die ik noemde, bij wijze van spreken, natuurlijk gedaan. Dat zorgt voor extra druk op de organisatie. Dan is de vraag of je dan 2025 nog haalt. Nou, dat zijn die twee kwaden waar ik in zit. En wat betekent dat dan voor deze motie? Waarvan ik heb voorgesteld, voorzitter, om die twee moties aan te houden en, en die moment, dat gesprek met de briefing of het CVTE te hebben. Ik kan blijven gewoon informeel met de mensen die dat hier bereid zijn om te hebben. Ik zou dat in ieder geval graag willen. Als dat niet, dan zou ik ze ontraden. Dan hier gaat het over de motie 2 en 3. Bart, ja. En dan geef ik heer Quint het woord. Ja, we hadden het er net over dat het wel erg laat is om nog dingen te kunnen wijzigen. En als je dan een motie gaat aanhouden, dan wordt het nog later. Kijk, het lijkt mij een prima idee als, ik wil ook niks afdoen aan het harde werk van de mensen bij het CVTE. Dat lijkt me ook gillend ingewikkeld. Als zij nog voor ons uiteen willen zetten waar zij in de uitvoering tegenaan lopen en wat de bezwaren zijn, ze luisteren ongetwijfeld mee en ze doen dat voor de stemmingen, prima. Dan kunnen we dat meewegen en dan kunnen we dat meenemen in wat wij uiteindelijk gaan stemmen. Of dat we alsnog besluiten om het aan te houden. Maar om nu bij voorbaat al te zeggen, ik hou de motie aan terwijl we al zo krap in de tijd zitten, zover ben ik nog niet. Maar als de minister het verzoek kan laten uitgaan of het CVTE nog ons wil laten weten waar zij tegenaan lopen, dan lijkt mij dat op korte termijn makkelijker dan te proberen een moment te pakken waarop iedereen met elkaar in gesprek kan gaan binnen een paar dagen. De minister. Dat is aan de heer Quint natuurlijk. Dat zijn afwegingen of hij die motie. Ik begrijp dat hij zegt dat is heel kort. Hè. Voor de heer Van Meenen is het iets minder kort dag, hè, want dat is net iets ander verhaal. Ik vind het belangrijk dat daar iets is wat natuurlijk voor die leerlingen helpt. En ik denk dat we dat prima kunnen vinden. Ik heb eerder ook gezien, als met die staatsexamen, dat het soms niet helpt om alleen maar moties te hebben uit de Kamer. Dat is niet dat het automatisch in de uitvoering dan beter loopt. Soms worden ze dan ook gewoon niet uitgevoerd. Dat vergroot de afstand, vergroot ook wantrouwen, vergroot ook dat leerlingen ook niet geholpen worden. Dus ik wil eigenlijk zoveel mogelijk gewoon bij elkaar in een hok. En te kijken wat er wel kan. Ik denk dat op de korte termijn, dat wat ik de VVD Van Meenen ook zeggen, dat die inschat, dat is een onhaalbare kaart. Maar voor volgend jaar is anders. Ik zou het liefst 2024 sowieso 2025 sowieso 2024 maken. Dat is blijkbaar ook ingewikkeld. Maar de vraag is, wat voor ruimte heb je nog om, als je dat toch zou doen, te voorkomen dat er al te veel verschillen tussen leerlingen zijn.
misschien bij wijze van proof of pilot. En dan vervolgens ook in 2025 geen vertraging op te lopen. Dat je ook in 2025 zeker bent. Maar ik durf niet te zeggen of dat lukt. Maar dan is het dus voor nu onderraden als in stemming wordt gebracht. Motie 2. Ja, voorzitter, maar ik zou... Maar goed, ik ken de Quinn, die doet dat ook wel. Die staat wel open om daar nog iets over te horen. Dus ik zou sowieso dan een brief sturen voor de stemming. En dat vind ik helemaal prima. Maar ik zou echt hopen... Maar anders geef ik gewoon het telefoonnummer van de heer Quinn door. Als hij dat oké vindt. En dan wordt hij gewoon een keer gebeld. Ik denk dat de hele Kamer geïnteresseerd zal zijn in die brief dan van de commissie. Dus laten we dat. En dan is het aan de weging van. Maar als het in stemming komt op dinsdag... dan noteren wij wel onderraden als appreciatie bij motie 2. Is dat correct? Ja, dat is correct. Dat doe ik met pijn in mijn buik overigens, maar ja. Dank u wel. Dan stond mevrouw Westerveld al een tijdje. Mevrouw Westerveld, GroenLinks. Ja, doen we een leuke videocall met de hele commissie. Ik kijk ernaar uit, voorzitter. Voorzitter, eerst een correctie op mezelf. Die petitie die was te lezen op staatsexamenresultaat.petities.nl. Is inderdaad van Henk Vechter. Een fantastische docent met wie de minister is gaan wandelen. Ik ben ook wel eens bij hem geweest om wat meer uitleg te krijgen... Hadden we maar, we hebben echt alleen maar dit soort docenten nodig in Nederland, zou ik willen zeggen. Zeker. Voorzitter, mijn vraag aan de minister is, als het nou zo is dat dit soort resultaten eigenlijk al lang bekend zijn, waarom zijn we dan zo afhankelijk van kennelijk verouderde systemen? En ik begrijp best al, hè, in de uitvoering dat zaken ingewikkeld zijn, maar we kunnen toch ook buiten die systemen om, zijn toch gewoon deze resultaten al bekend? Dus wat is daar op tegen om ze dan toch nog gewoon te delen met de leerlingen? De minister. Ja, voorzitter, er is voor mij helemaal niks op tegen. Dus dat wil ik ook niet uitstralen dat ik daar iets op tegen heb. Het enige is dat het blijkbaar in sommige gevallen lukt dat en in sommige gevallen niet. Dan krijg je ongelijkheid tussen waar het wel lukt en waar het niet lukt. Dat is een afweging of je dat acceptabel vindt of niet. Dat werkt ook wel misschien tot verwarring bij leerlingen. Is het nog moeilijker uitlegbaar? Het is al niet uit te leggen. Ik kan het al niet uitleggen, eerlijk gezegd, zeg ik ook maar. Maar dat maakt niet dat het beter van wordt. Dus dat is een weging die we maken. Maar als we zouden prima natuurlijk even deze vraag kunnen checken, ook in de... Ik inventariseer natuurlijk gewoon even de vragen die we meenemen bij de heer Quint zijn vraag voor een brief. Daar kunnen we deze ook dan in meenemen. Dan kan de Kamer die overweging maken. Maar ik heb geleerd ook in de gesprekken met CFD. Het is echt veel specifieker daarna. En dan is er soms ook, bij CFD, soms echt wel nog een inzicht. Dat ze, oh ja, dat zouden we misschien wel kunnen. Dus ik heb echt wel de overtuiging dat de Kamer wel kan helpen. Alleen we kunnen ook heel makkelijk dat gesprek eigenlijk langs elkaar heen blijven voeren. En dat heb je het risico met moties die dan, nou ja, dat moet maar. En dan zeggen ze, het kan niet. En terwijl er zit soms nog wel echt weer iets tussen wat misschien wel kan. Maar dat is echt fijn gevoelig. Nou, de heer Vermeijden heeft met CFT gebeld, daar was ik niet bij. Maar die heeft dat ongetwijfeld gemerkt. Die terecht over zegt dat hij hier niet namens het CFT staat. Want dat is denk ik ook, we hebben al in de aanbieding gaan aan Kamerleden om met CFT dat contact te leggen. Dank u wel. Volgens mij vallen we in herhaling. Ik geef de heer Vermeijden het woord. Ja, voorzitter. Wat betreft de motie van de heer Quint en... Mevrouw Westerveld en de heer De Hoop, is er echt grote urgentie om snel te weten of dat nu kan of niet? Dat wil ik ook graag weten, dus ik doe er graag aan mee. Mijn motie heeft inderdaad minder urgentie, omdat die gaat over volgend jaar. Dus ik aarzel nu even, want het moet dus, dit gesprek moet eigenlijk dan voor de stemmingen aanstaande dinsdag plaatsvinden. Ja. Ja, dan kan ik mijn motie aanhouden of niet. Dat maakt dan eigenlijk niet zo heel veel uit als dit onderwerp 2024 ook mee kan in dat gesprek. Daar ga ik dan nu maar even van uit. Nou, dan hoef ik hem ook niet aan te houden, want dan kan ik hem alsnog eventueel na dat gesprek aanhouden. En dan toch even voor de helderheid, en dan als die dan wel dinsdag in stemming wordt gebracht, dan is het advies ongetwijfeld beter om het pijn in uw buik, maar ontraden. Ja, nee, ja, voorzitter, maar weet je wat gebeurt bij dit soort dingen, is dat er een soort van hoop is. Dat dit lukt op een bepaalde manier voor die leerlingen. En ik wil dat heel graag, ik wil dat ook uitstralen. Maar we gaan wel een salami in waarbij dat weer één tandje uiteindelijk tot iets leidt. Voorzitter, ja. We gaan wel één stap verder weer in daar een verwachting creëren die ik misschien gewoon niet waar kan maken. Ik wil die... Ja, ik voel me daar ongemakkelijk bij. Ook als de Kamer zegt, nou ja, dan wordt hij ontraden. Dan lijkt het alsof ik het niet wil. Dat is het niet. Nou, ik vind dat ongemakkelijk. Dus ik wil eigenlijk doe het anders, voorzitter, om de minister een beetje te helpen. Ik hou hem aan. Dat is ook prima. Ik hou hem aan. Ik kan hem altijd alsnog in stemming brengen. Maar ja. Nogmaals, deze motie heeft geen haast. Dat kan ook over 3 weken. Daar is de deadline. Ja. Gewoon, heb ik toch nog een keer gezegd, 6 juni. Dan noteren we bij motie 3 aanhouden. En goed ook dat de minister nog even opmerkt de duiding bij zijn appreciatie. Dank u wel daarvoor. Ja, dan zijn we bij motie 4. Excuus voor de lange woorden. Motie 4. Motie van de heer Peetsen, de heer Beertema.
Ik ben het eens met de beide heren dat we zoveel mogelijk inzetten ook op het wegwerken van de vertraging. Ook om daarmee te zorgen dat de leerlingen zo goed mogelijk voorbereid doorstromen naar het vervolgonderwijs. En we monitoren natuurlijk ook hoe het nationaal programma daarvoor werkt, hoe die middelen worden ingezet. Ik kan niet garanderen dat uit de data ook gegevens te halen zijn die in verband leggen tussen de besteding van die middelen en de examens van 2023. Hoezeer we dat allemaal hopen. Maar ik ben zeker bereid om dit aspect ook mee te nemen in de evaluatie van de examens van dit jaar. En daarmee geef ik die motie graag oordeel Kamer. Motie 4 krijgt oordeel Kamer. Dan kijk ik nog even rond. Dan zie ik geen verdere vragen. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van het 2-minuten-debat examens 2023. Dan dank ik uiteraard de minister voor de beantwoording. Ik dank de leden voor hun inbreng en hun aanwezigheid. En dan schors ik voor de lunchpauze tot 1 uur. Oh.